Breda Nu. Je weet het meteen. U ziet in deze reportage de opening van het vernieuwde tennispark in Bavel door wethouder Paul de Beer. Goed, beste mensen, beste leden, beste belangstellenden. Hartelijk welkom hier op deze mooie dag waarop wij officieel ons vernieuwde tennispark gaan openen. Dan wil ik graag het woord geven aan Paul. Ontzettend leuk om hier te zijn. Toen ik in september 2015 begon als wethouder sport, ben ik overal op bezoek geweest met alle besturen gesproken, maar alle sportparken ook nog eens een kijkje nemen. En dat heb ik ook hier gedaan. En daarom vind ik het nu ontzettend leuk om hier te zijn, omdat je dan dat grote verschil ziet. Het is echt een ontzettend frisse uitstraling nu. Die beplanting die vernieuwd is, dat maakt alles een stukje opener. Er moest ook wel wat groen wijken her en der, maar toch blijft het een heel groen, een prachtig sportpark. En het allerbelangrijkste natuurlijk, er zijn nu 6 banen waar je gewoon het hele jaar rond op kan gaan spelen. En dat is voor jullie vereniging, geeft dat echt die boost dat je het hele jaar door kan gaan tennissen. Heel veel plezier vandaag met de tennisclinic en de barbecue. En ik geloof dat we nu ergens een bal doorheen gaan dan, om de boel te openen. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Ja, ik ben erg gelukkig en erg trots op het resultaat wat we hier met elkaar hebben kunnen realiseren. Met de inzet van een grote groep betrokken vrijwilligers die het mede mogelijk hebben gemaakt. We hebben hier een omvormingstraject gehad wat de gemeente heeft gedaan. Die hebben hier een aantal gravelbanen omgevormd naar all-weatherbanen. Daarnaast hebben we in eigen beheer nog een aantal trajecten kunnen realiseren. We hebben begin van het jaar geïnvesteerd in het interieur van het paviljoen. Hier buiten is ook het een en ander veranderd. We hebben het hele terras mooi vernieuwd. We hebben een overkapping gezet. Het hele park mooi opnieuw aangeplant. Het schilderwerk van het paviljoen. Binnen nog geïnvesteerd in internet en audio gebeuren. Het eindresultaat mag er zeker weten. Ik ben overtuigd dat dit een hele impuls voor de vereniging is. Met goede uitwerking op dingen als ledenbehoud en ledenwerving. Breda Nu. Je weet het meteen.